Badminton, de plezantste sport. Welkom bij deze podcast van Badminton Vlaanderen. In dit eerste seizoen trappen we af met de Europese kampioenschappen senioren. We gaan in gesprek met enkele badmintonspelers en we stellen hen de vraag hoe dat ze zich voorbereiden en wat maakt dat ze zo gebeten zijn door badminton. Jouw host is Geraldine, communicatieverantwoordelijke bij Badminton Vlaanderen. Heel veel luisterplezier. Welkom. En wie zit er hier bij mij? Sabine. En Fredo. Hallo, welkom. Dank u. Ja, Sabine en Frederik. Ja, jullie zijn een koppel in het leven. Mm-hmm. Ja. Jullie zijn al twee gestart op een gegeven moment met badminton. Ja, klopt. Ik ben heel benieuwd welke leeftijd en hoe is dat eigenlijk gekomen? Ja, zal ik beginnen misschien? Ja, ik denk dat ik aan de leeftijd van 10 jaar ongeveer ben begonnen. En ja, ik denk dat ik er zo wat ingerold ben, omdat mijn papa ook badminton speelde in Brugge. Dus ja, ging ik ook dikwijls mee naar toernooien en ik denk dat ik daardoor de microben te pakken heb gekregen. 10 jaar? En ik was 12 of 13 jaar oud en mm-hmm. mijn termleraar was de coach van de club. En dus ik heb daar begonnen en nooit gestopt. Mm-hmm. Ja, jullie zijn fervente badmintonspelers. Ja. Frederik, jij bent Europees kampioen senioren. Ja, liggen de verwachtingen hoog? Ja, dat zou zot zijn om niet te denken dat ik kan vergaan. Maar dat zou ook zot zijn om te denken dat een kwart of een medaille zo gemakkelijk zijn. Omdat 2 jaar geleden, ik weet dat in de eerste rond ik kon ook verliezen in de derde set. En ik weet ook dat. Dat is 2 jaar geleden en ik ben 5 jaar ouder dan de jongste van de reeks. Ik ken niet zoveel van de tegenstanders, ik ken veel van mezelf en ik weet dat ik ga de parcours goed proberen te doen om mee te passen aan wat gaat komen. Maar ik denk niet zoveel van een eindstation of zo. Ik denk meer van ik ga goed aanpassen aan wat gaat gebeuren. Ja, gewoon springen doen en we zien wel hoe ver. Ja, mijn wapen te gebruiken en amuseren. Ja, want eigenlijk had jij je ook ingeschreven om deel te nemen. Ja. Maar je zat met een blessure. Ja, klopt, ja. Hoe zit het ondertussen met die blessure? Ja, dat was eigenlijk toch wel mentaal. Vooral mentaal eigenlijk heel zwaar. Omdat ja, je zit aan een bepaalde leeftijd en zo'n blessure is niet een van de minste, zo'n achillespeesruptuur. Dus ik wist wel dat het hard werken zou zijn om toch wel een beetje op niveau terug te komen. Dus heb ik dat wel gedaan. Heb ik dan terug beginnen badmintonnen, denk ik, 1,5 jaar geleden nu. Maar ik merkte dat het niet meer was zoals dat was. En ik kon er niet mee om. Ik kon niet tegen het feit dat ik zo een matje verloor dat ik vroeger niet verloor. En ik kon daar helemaal niet mee om. Mm-hmm. Dus heb ik toen even gezegd, ik stop ermee. Ik doe niks meer met badminton. Ben ik zo wat andere dingen gaan beginnen doen, padel onder andere. Maar nu dat ik wist dat EK nu in België was, zei ik van, 2 jaar geleden ging ik daar ook staan. En nu dat het in België is, moet ik misschien toch nog even doorbijten en toch, omdat ik dat ook wil meemaken. Dus ben ik nu wel sinds een paar maanden toch wel weer wat actief aan het trainen en we zien wel. Maar ik wil vooral genieten van het evenement en we zien waar dat we komen. Hè. Ik ben al blij dat ik terug kan spelen. Ja. Dat is, ja, voilà. Ja, en die spelen sowieso in enkel en dan mix, ja. In de mix. Ja. Ja. Ja, want jullie hebben samen nog andere wedstrijden gespeeld in het verleden en gewonnen ja. Op Belgische kampioenschappen. Ja, dat is waar. Dat was even 2012 zijn we samen kampioen geweest. Dus dat was heel leuk. Ja, want nu ben ik wel heel benieuwd. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Via de badminton, hè. Ja. Ik weet niet meer wanneer dat was, maar dat ik was... Ik weet het. Ja! Vertel het maar. Hoeveel jaar geleden? Dat was na een Belgisch kampioenschap in Luik. Een maandag, de dag daarna, ik kreeg een mail van Sabine. Ja, ik heb je zien gespeeld. Ik heb geen mixpartner. Wil je gemengd spelen met mij? En dan maar dat was hebben... zonder bijbedoeling. Mm-hmm. Nee, dat was nee, gewoon... Ja. Dat weet ik niet, maar... We hebben in maart en april samen gespeeld en dan in mei, we waren samen. Ja, want het een kwam het ander dan, hè. Ja. Dus voilà. Oh, nee, fijn. Maar je kunt het niet verder zoeken, hè, Brugge-Bastogne. Dat is nogal een afstand. Ja, maar ja, kijk. Ja, en
trainen jullie dan ook altijd samen of af en toe? Vroeger of nu zo? Ja, vroeger en dan ten opzichte van nu? Ja, wel, vroeger... Ja, ik trainde toen ook bij de federatie. Maar dikwijls gingen we dan ook samen wel gaan trainen. En ja, voilà. Dikwijls gaan we gewoon met ons twee ook, hè. Maar dan is het vooral jij die vroeger, wat training geeft. Ja, vroeger, Sabine heeft een beetje geprobeerd, 2 jaar, denk ik, op internationale toernooi spelen. Dus we gingen 3 of 4 keer per week samen trainen naar haar werk. En dan, wanneer dit was gedaan, we hebben niet meer getraind. En nu, als we hebben een ding zoals de Europees kampioenschap, we proberen 1 of 2 keer 1 uur per week te gaan. Ja. Maar nu met de kinderen naast het veld. Dus dat is niet meer 1 uur, maar dat is 30, 40 minuten. Ja. Maar dat is een goede mentale voorbereiding, denk ik. Trainen met kinderen naast het veld. En dus, maar wat is ook trainen? We proberen goed fysiek te trainen, omdat het kan lopen, een beetje spieren, alle, dat wel. Maar badminton, dat is niet samen trainen, nee. Dat is moeilijker nu, hè? Dat is moeilijk. Ja. En we doen niks anders dan samen gaan trainen. Hè. Sabine gaat nooit in een club of zo. Nee. Dus ben je over nu dan? Ja. Nee. Oké, en die trainings, maken je dan soms een keer ruzie of zo? Gebeurt dat eens? Dat gebeurt wel eens. Ja, want het is soms moeilijk ook als koppel om... Ja, je kent elkaar door en door en je durft veel zeggen tegen elkaar. En ja, dat soms frustrerend is. Ja. Dikwijls na een toernooi is het toch stil in een auto geweest, hoor. Ja. Maar als het dan goed gaat in een match, dan gaat het ook heel goed. Allee, het is zo het ene, het uiterste na het andere. Zo. Dat kan positief zijn. Maar negatief ook. Nou, we hebben wat woorden is soms op het veld. Soms, we waren nerveus, maar ik herinner me ook dat we hebben match gewonnen, omdat we waren ook boos op elkaar. En op een bepaald moment, we zeggen, we praten niet meer, maar de energie is daar. En we weten wat we moeten doen, omdat we spelen sinds jaren samen. Ja, dat is ook waar. Maar dat kan in elke kant gaan, maar het probleem is dat wanneer je bent in koppel, dat is ook in leven zo, hè, maar op veld, de communicatie, soms je denkt dat je partner weet wat je hebt in de hoofd met niet te veel woorden te zeggen, maar dat is niet zo. En soms je verwacht meer van je partner omdat je meer vertrouwt. En dat is de verschil en je durft meer te zeggen. En dat is de escalatie. Allee, ik weet niet. Escaleren, hè. Soms moeten we afspraak maken. In de koude periode thuis. Ja. We gaan zo proberen. In deze situatie, we zwijgen. En dat is de beste manier soms om te kunnen... Ja. Maar uiteindelijk willen jullie alle twee wel winnen, denk ik. Ja, sowieso. Ja. Die, we zijn drive. Al zo winnaarsmentaliteit. Ja, dat voel ik. Maar dat is ook, maar dat is nu misschien niet... Maar op vakantie ook, als we zo tegen elkaar zo een pingpongwedstrijdje spelen. Zo, ja, geen ruzie, maar toch, dikwijls. Dus ja, dat is in de badminton ook, hè. Ja. Dat is niet slecht, denk ik, als je wilt. Dit is dat. Ja. Zeg, en hoe doen jullie dat inderdaad met jullie gezin? Want jullie hebben dan 2 kinderen. Ja. Dus dat er nog eens bij en nu nog trainen en dan die focus voor het EK. Ja, nu in Slovenië, we hebben dat ook al gezegd, in Slovenië was dat wel goed, want de kinderen bleven thuis bij onze ouders. En wij waren alleen in Slovenië, dus hij kon hem echt volledig. En dat deed hij ook. En zo zijn ritueel elke ochtend kon hij zijn ding doen. Maar nu is het hier in België, dus de kinderen gaan wel af en toe bij ons zijn. Maar we hebben ook al, Fredo's zijn ouders die komen hier ergens slapen. Dan de kinderen, terwijl wij hier zijn, ook bij hun zo wat kunnen zijn. Dat we toch wel ons ding kunnen doen zonder tussen haakjes gestoord te worden door... Ja, een beetje in jullie badmintonbubbel te blijven. Nu, voor mij kan dat misschien wel een soort van afleiding geven als ze hier zijn. Ja. Maar ik weet, Fredo, jij hebt dan misschien zo wat anders. Dat ga je echt... Ja, en die... Voor mij, wat is belangrijk? Ik moet weten wat er gebeuren. En ik moet niet beslissen, maar als ik beslis dat de kinderen zijn mee,
ik weet dat op voorhand en ik weet wat kan gebeuren en dat is onder mijn controle. Wat ik kan beslissen, ik wil dat beslissen. Maar ze mogen mee, ze mogen niet mee, ja. Maar dat is gepland. Er is dingen dat je kan nooit plannen. Met je gezin, je kan dingen plannen. Je kan niet plannen hoe ze gaan reageren tijdens de dag, de kinderen, maar dat weet ik ook. Dus dat is geen probleem. Ik weet dat ik ga moeten aanpassen aan dat. Dat is geen probleem. Maar ja, voilà, dat is gewoon plannen en weten. Een beetje meer organisatie dan normaal, maar ja, ik ben niet bang, omdat Sandro en Sienna zijn, ze kennen al de badmintonwereld. En voor sommige matchen, ze hebben ook ons energie gegeven. En ook, dat is tof om hen te hebben naast het veld nu. Ze zijn niet zo jong. Dus, nee, ze beseffen wat er gebeurt ook. En dat is ook leuk. Ja. Omdat de eerste ding dat we hebben gedaan in Slovenië, na een match gewonnen, dat was een Skype, FaceTime, Skype direct met hun. Mm-hmm, dus sowieso... Ze leven mee. Hè. Ja. Ja. Hoeveel uren trainen jullie dan zo in zo'n week? Badminton? Ja. 1 of 2 uur per week. Als we gaan 2 keer, dat is goed. En we proberen 1 keer. Maar dat is badminton. Hè. Dat is voor Sabine. En Sabine doet ook fysiek. Mm-hmm. Ik, de badminton, dat is mijn werk. Ja. Dus ik ben in de zaal. Ja. Maar qua technisch, oké, ik heb de raket in de hand. Maar qua mentaal en tactisch, ik heb een groot voordeel. Omdat ik ben altijd bezig met badminton in mijn hoofd. Ja. En dus dat is ook een training. Mm-hmm. Maar fysiek, ik moet tijd vrijmaken ook om dat te doen. Dus. Maar we lopen wel dikwijls. Zo tijdens de week proberen toch 2 à 3 keer te lopen. Ja. Nu naar aanleiding van het EK. En zo'n mobiliteitsoefeningen, dat doen we wel veel. Hè. Voorlopig. Ja, jullie ondersteunen elkaar dan. Ja. Of en stimuleren elkaar daarin. Ja, om, ja. Ja, hij zegt zo'n beetje... Zo goed zijn dat je dat nu doet en dat dan. Oh, ja. Ja, ja. Ik zeg aan Sabine, dat is misschien goed om dat te doen. Maar dat is waar, dat is gemakkelijker voor mij om een tweede persoon onder het dak soms, ik wil niet gaan lopen. Ik ga toch, maar als ik zie dat Sabine heeft een beetje meer energie die dag om te gaan lopen, dat geeft me ook de energie om te gaan. Ja. En omgekeerd. Dus dat wel. En ook Sienna en Sandro, we kunnen nooit stil blijven. Dus we gaan sowieso altijd actief zijn met hun. Dus, ja. Dat is gemakkelijk om de energie te vinden als er is een dag zonder energie, ik zou zeggen. Ja, welke elementen in badminton zorgt zo voor die drijfveer? Dat je daardoor gebeten wordt? Wat maakt dat je zo gepassioneerd bent door badminton? Goh, ik vind het eigenlijk een heel leuke sport. Ik kan er echt al mijn energie in kwijt. Ik vind het een heel dynamische sport. Ik vind dat het gewoon alles heeft om voldoening uit te hebben. En voor jou? Dat is een complete sport. Ja. Maar ik weet dat nu... dat is meer de tactisch en mentaal spel. Dat ik heb super graag. Ja. Ook fysiek. Maar om te voelen dat ik aan mijn limiet te pushen. Zo. Mm-hmm. Maar vroeger, dat was meer snelheid... Zo hard smashen dat ik kon. Nu dat kan niet meer. en ook die spin, die shuttle te laten draaien, die skein beweging. Dus dat is een compleet sport. Dus ik denk dat elke profiel van spelers, jong, oud of recreant of competitief, kan zijn ding terugvinden. Omdat je kan tactisch, technisch, fysiek, mentaal spelen. En dat is leuk aan badminton, omdat je kan een beetje kiezen wat je wil doen die dag. En ja, ik heb dat graag. De variatie. Ja, variatie. Ja. Zeg, en hoe zie je de evolutie in badminton ten opzichte van 20, 30 jaar geleden? Heb je een uurtje? Qua tactiek, ja. Wanneer ik was begonnen, het spel in enkel was veel aan de net, spin en smash. Maar nu, je moet meer geduld hebben. Dat is een lang antwoord. Hè. Meer opbouwende rally. Ja, sowieso. Nu, je merkt ook dat internationaal de niveau is ontploft. Ik wil zeggen dat de jeugd zijn
zo vroeg, zo goed. Ja. Omdat vroeger, ik heb ene keer in min 19 gespeeld in internationaal, omdat ik ben laat gekomen. En dan de eerste toernooi in senior. Ik was niet zo goed, maar toch, ik kon mijn match in kwalificatie winnen. Maar nu, dat is allemaal niet mogelijk om in een toernooi te kunnen spelen. Ja, dat is echt, de niveau is echt omhoog gegaan sinds... We praten over 30 jaar oud, maar al 10 jaar oud, de verschil is zo groot. En nu al die Aziatische landen die komen spelen in Europa. Dat is goed voor de niveau, maar dat is, dat is moeilijker dan vroeger. Maar dat is goed. Maar dat de sport zich zo ontwikkelde. Ja, positief. Veel verschillen op dat vlak. En, ja, materiaal ook, die regels aan de service, zo dingen. Maar bon, de passie is altijd daar. Ze kunnen alles veranderen, maar de passie is altijd daar. Ja. Als je nu badminton in één woord zou omschrijven, welk woord zou dat dan zijn? Ik zou zeggen plezant. Tja, dat is een moeilijke passie. Ook een goeie, ja. Mooi. Ja, dank jullie wel, Sabine en Fredo, voor dit mini-gesprekje. Ja, graag gedaan. Ik wens jullie superveel succes toe. Dank u. Dikke duimen, de supporteren voor jullie. Ja, dank u. Ik ga ons best doen. Tot later. Ja. Dank u.